Na maanden plezier te hebben bij Stad gaan wij weer weg. We hebben echt ontzettend leuke momenten en ervaringen gehad. En dat gaan wij jullie nu laten zien. Omschrijf Stad in 3 woorden. Gezellig. Ja. Dat vooral heel vrij van dingen doen en zo. Ik vond het echt heel erg leerzaam eigenlijk. Ja? Ja, ja. Wat vonden wij het leukste bij Stad? Ik vond ze hard leukste. Ik heb gefilmd, gemonteerd en ik mocht mijn eigen plannen schrijven. Ja, ik vond Dance for Life wel het allerbeste. Daar heb ik echt het meest van geleerd. En jij? Toen we naar Hutschot gingen, vond ik wel echt heel leuk. Ja. Vond ik ook leuk. Ja. Wat gaan wij het meest missen bij Stad? Voor mij is het denk ik toch echt wel jullie. Want ik zie jullie natuurlijk hierna niet echt meer. En jullie zien elkaar nog, maar ik niet. Dus. Ja, ik ook. Ik ga denk ik ook gewoon teamverband en samenwerking met jullie. Ja. Precies hetzelfde. Ik bedoel, ik ga mijn medestagiairs erg missen. En ik denk ook wel een beetje de soort van vrijheid die je kan leggen in wat je aan het doen bent. Dat krijg je wel heel erg. En op school ben je toch altijd wel gebonden aan bepaalde opdrachten. Dus dat ga ik ook wel missen. Wat gaan wij absoluut niet missen bij Stad? De lange werkdagen. Dat sowieso. Ja, van 9:30 tot 6:30 is gewoon best wel lang. Het vroege opstaan om 9:30. Half 10. Ja. Ik moest om 7:00 opstaan, hè, voor het goede orde. En ook natuurlijk gewoon de lange werkdagen. Je was zo erg met aan school, gewoon lekker om 2:30 klaar zijn en dan gewoon lekker naar huis. Dat ga ik niet missen. Duidelijke lange werkdagen. Wat hebben wij het meest geleerd bij Stad? Ik denk het visueel inzien en het monteren heeft heel erg geholpen bij mij, vond ik. Ja, ik denk dat ik mezelf toch wel beter heb in kunnen lezen, wil ik niet zeggen. Maar dat ik wel meer ervaring op heb kunnen doen met het monteren van filmpjes. En daar ook meer mee bezig geweest, want op school deed ik dat nooit. Of ja, niet zo vaak. En hier werd er natuurlijk elke keer weer een filmpje gemonteerd. Dus toen moest ik dat natuurlijk ook doen. Dus ik denk dat, ja. Ik heb denk ik het meest geleerd van het creatief schrijven en het inleven in de persoon die het leest. En dat vond ik duidelijk wel het belangrijkste. Nou, dit was het dan weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van ons. En hopelijk zien jullie weer een keer. Doei!